Hoe de maat van een plant wordt aangegeven op een site, dat varieert een beetje van het type plant wat je koopt. Grassen bijvoorbeeld, bamboes, struiken, hier zoals de hortensia, maar ook losse haagplanten. Die worden in centimeters aangegeven en dat is de hoogte van de plant. Dus de pot zelf doet nooit mee met de hoogte. Neem deze even als voorbeeld. Dit is een penicetum, een lampenpoetsersgras. En die heeft een hoogte vanaf de pot nu ongeveer 40 centimeter. Deze zou dus aangegeven worden, deze plant, met penicetum, pot, want hij staat in een pot, 30-40. Dat mag dus een beetje variëren. Het is een natuurproduct, bij die kweker daar staat hij te groeien. En als hij wat langer staat, wordt hij automatisch wat hoger. Blijft hij natuurlijk in diezelfde pot staan. Dus je kan het nooit helemaal 100% zeker weten of hij nou 30 of 40 wordt. Maar je weet zeker dat hij daartussenin ligt. Als je deze neemt, de Fatsia japonica, dat is een struik. Die is vanaf de pot gemeten 90 centimeter. Dus die zal in de categorie 80-100 vallen. Ga je nog hoger, dan zie je vaak 100-125. Dan wordt die sprong net weer iets groter. En 125-150. Nou, enzovoort. Dat is dus altijd de hoogte van de plant gemeten vanaf de pot. Nou, planten in potten. Soms staat erbij kluit of zelfs kale wortel. Planten in een pot kun je 12 maanden per jaar planten. Wanneer je maar koopt. Als de grond bevroren is, natuurlijk niet. Maar als die ontdooid is, gaan we lekker planten. Als er kluit bij staat, dan krijg je de wortel in een jute netje. Nou, dat zijn planten die eigenlijk zo uit de grond gehaald worden en die worden bij jou thuis geleverd. Die zijn leverbaar grofweg eind september, begin oktober tot, nou ja, ongeveer half mei. Het is een beetje hoe de zomer zich ontwikkelt. Hè? Hoe lang dat nog kan. Tot slot heb je dan dus de kale wortels. Dan heb je planten met alleen maar wortels, zit geen kluit, geen grond, helemaal niets meer aan. Zijn heel makkelijk te transporteren. Die worden vaak gebruikt voor windsingels, soms om lanen aan te leggen. Dan heb je bomen met de kale wortel of juist heel veel als haagplanten. Als je bijvoorbeeld beukenhaag zelf wil gaan aanplanten. Dan heb je kale wortel en die zijn verkrijgbaar grofweg vanaf eind oktober tot eind april. Bij de plantentrays en bij de bodembedekkers, zoals deze Vinca minor, ofwel de maagdenbalm bijvoorbeeld, worden de plantenmaat niet in hoogte aangegeven, maar in de potmaat. Dan staat er bijvoorbeeld P9. De P staat weer voor pot en 9 voor de lengte of breedte van de pot zelf. Dan weet je natuurlijk zeker, het is een klein potje, het zijn jonge planten, het zijn frisse planten en het zijn ook niet hele grote planten. Maar ja, bij bodembedekkers is dat natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling, want die moeten juist in de breedte gaan groeien. Maar dat je weet dat hier altijd de potmaat vermeld wordt. De hoogte van een kant-en-klaarhaag is ook meteen de hoogte die jij krijgt. Dit is bijvoorbeeld een meter, 1,50, 2 meter. Die kant-en-klaarhagen die groeien bij een kwekerij gewoon door. Dus door de 2 meter heen bijvoorbeeld. En worden dan teruggesnoeid. Die zijn dus ook perfect de hoogte die jij bestelt. Dat is letterlijk een kant-en-klaarhaag. De breedte van de kant-en-klaarhaag staat er ook altijd bij. Meestal is dat een meter. En natuurlijk ook de diktemaat. In dit geval 40 centimeter. Een lekkere dikke volwassen haag. In één keer dicht en op hoogte. Dit is dan de Portugese laurier. Ja, misschien wel de mooiste wintergroene haag die we kennen. Waanzinnig mooi ding. Maar ja, je kan natuurlijk ook kiezen voor de beuk. Voor de coniferen, voor de thuja's, voor de knoelje, voor de hedera's, voor de haagbeuk, voor de taxus. De maat die je ziet staan bij leibomen. En of dat nu gaat om dakvormen of schermvormen, zoals leilindes. Of juist als blokvorm, dat maakt niet uit. Dat is de kale plant zoals je daar ziet staan in centimeters. Dat houdt in de stam gemeten vanaf de pot. Hè, de pot doet weer niet mee. De stam plus het staket wat daarin zit. Nou, bij een dakvorm is dat maar zo dik, zo'n staket. Maar bij een leilinde bijvoorbeeld kan dat wel een meter hoog zijn. Dus het is de kale vorm. Eventueel blad wat erin zit of jonge twijgen die al zijn uitgelopen, die tellen niet mee. En dus kan het zijn dat als jij hem in het groeiseizoen koopt, dat zo'n maat ineens hoger uitvalt als jij hem thuis krijgt. Nou, wees daar maar blij mee, want je hebt gewoon meer gekregen. De dikte van de stam is een punt van aandacht.
Je ziet namelijk staan bijvoorbeeld stamdikte 12-14 of 14-16 of 16-18, 20-25. Dan denk jij dat is de dikte van de stam, maar dat is niet helemaal waar. Het heeft er wel mee te maken. Het is namelijk de stamomtrek gemeten op 1 meter boven maaiveld, boven de pot dus. Nou, dit is ongeveer een meter. Als ik dan om de stam heen meet, dan kom ik op 54 centimeter. Dan heb je de omtrek. Om de dikte te weten moet je eigenlijk delen door pi. Pi is 3,14. Nou, doe gewoon lekker 3, dat is makkelijk. Dat betekent dat deze stam 18 centimeter dik is. Dus als jij het ziet staan bijvoorbeeld stamomtrek 18,20, dan weet je dat die ongeveer maar 6 à 7 centimeter dik is. Nou, dat zijn normale maten hoor, dus hoef je niet van te schrikken. Dat is even goed een leuke boom, maar dan weet je in ieder geval dat die niet zo dik is. Als je dan nog wilt weten hoe hoog eigenlijk de eerste takken beginnen, bijvoorbeeld omdat je juist wat hoger wilt, omdat je er onderdoor wilt kunnen rijden, of wat lager, zodat je er alleen onder kunt zitten, dan druk je op de knop verfijnen en dan komen er nog meer maten tevoorschijn. En dan zie je onder andere de maat van de hoogte van de stam, gemeten vanaf de pot, tot de eerste dikke takken. Dus de kale stam kan je er ook vinden.